Yo, mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag is het zover, mensen. Het is zover. Jullie zien welke shirt ik aan heb. Oh yeah. Ik vind PSG echt eigenlijk helemaal geen leuk club. Maar ik was in Parijs en dacht van, nou, kan je beter maar een shirtje meenemen ook. In ieder geval, vandaag. Jullie hebben het gisteren gezien. Ik vroeg, moet ik Dani Alves halen? Nou, echt iedereen, letterlijk iedereen zei ja. Dus we gaan hem halen en in het team proberen uiteraard. Ik hoop niet dat ik te veel coins kwijt ben. Dit ziet er goed uit. Dit ziet top. Ah, kijk. Hoe lang heb ik eigenlijk nog? Voor mij heb ik niet zo lang meer. Nog 1 dag en 30 uur. Oké. Okay. Ik zeg, laten we beginnen met de 86 rated. Als ik die gehaald heb, kunnen we naar de 87 rated doen. Select jou. Brazilië spelers, minimaal 1. Team of the Week spelers, minimaal 1. Algemene beoordeling team, minimaal 86. Oké, okay, het is pittig. En ik ga, even kijken welke spelers ik nodig heb. Vind je deze video nou leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. 4000 likes zijn helemaal top zijn. En dan komt er morgen ook een nieuwe video. Dus met 4000 likes morgen een nieuwe video. En niet zomaar een video. Morgen komen dan mijn weekly rewards. Yes. Ik ben goud 1 geëindigd, zoals jullie weten. Maar 200 kp's en Division Rival Rewards is helemaal niks mis mee. Genomen. Dus zeker een duimpje omhoog, 4000 likes. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even. Kan je beneden abonneer op mijn lekkere Smikkel kanaaltje. En dan maak je kans op een heel lekker shippie als je abonneert. En druk even op dat belletje, join hashtag team belletje. Mensen, ik wil het weer zien in de comments. Ik ga er weer een paar liken. Lekker zeg. Laten we nou maar even dat team gaan maken. Want ja, ik moet even kijken. Ja, een Inform moet ik inleveren, maar ik heb sowieso nog untradables. Immobile, die mag weg van mij. Ik heb niet zo heel veel. Ja, Alisson mag ook weg. Ja, voor de rest alleen maar 83. En daarmee ga ik het toch niet halen, vrees ik. Ik denk dat ik wel aardig wat, wat untradables zal moeten toevoegen. Nou heb ik heel veel untradables. Ja, en jullie zullen zeggen mensen, waarom gooi je hem weg? Maar ik ga ze nooit gebruiken. Mertens wil ik het liefst nog wel houden, want die kan ik nog wel ooit gebruiken. Kijk, Mahrez ga ik nooit gebruiken. Koke ga ik nooit gebruiken. Özil kan ik die gaan gebruiken. Is er ook niet. Oh, Koke zit er al in. En Maas, ik heb die gewoon 2 keer een tradable. Oh, oké. Wie hebben nog meer? El Sharawi. Ga ik nooit gebruiken. Deze man ga ik nooit gebruiken. Oké, ik heb nu aardig wat 84's in ieder geval. Hoeveel chemistry moet ik halen? 80 chemistry. Oké, dat is wel even iets wat best wel pittig kan gaan worden. Want 80 chemistry, dat hou je niet even zomaar 1, 2, 3. Dus ik moet even kijken hoe we dat gaan oplossen. 36 rated team, best wel hoog, hè? Bedenk ik me nu. Ik zit even te kijken, mensen, wat de wijsheid is. Tot nu toe ben ik er nog niet uit. Even kijken, als ik jou hier neerzet. Ik moet even kijken hoeveel ik gewoon nodig heb. Gewoon even inventariseren. Ik ga hier neerzet. Jou hier, dan wissel ik jullie twee om. Dan gooi ik hier Mahrez in. Kijk, ik denk dat ik de chemistry totaal niet ga halen, dus dat is een beetje jammer natuurlijk. Ik kan hem natuurlijk rest back maken. En dan, nou, laten we zeggen dat we dan nog hier een 83 hebben. Hou ik dan de rating? Nee. 1 rating te weinig. Ja, dat is moeilijk. De vraag is hoe hoge speler moet ik hier hebben. 84 is ook niet genoeg. Ook bij lange na niet genoeg chemistry. Dus dat is natuurlijk ook wel even ietsje minder. Ik kan wel eigenlijk wat chemistry erbij. Want deze kan ik wel naar 2. Dus heb je 61. Het is wel lastig. Ik moet natuurlijk ook nog een inform spelen. Oké, dat had ik even niet over nagedacht. Dat is jammer. Ja, daar baal ik wel een beetje van. Want die informs, ik heb alleen maar niet zo hele hoge inform. Of ik moet toch gewoon scheid hebben in die merchen inleveren. Maar ik denk op het moment dat ik merchen inlever, dat ik echt heel veel haatcombos krijg. Dus laten we dat maar niet gaan doen. Dan heb ik op zich wel een aardige aanval. Als ik nu die Mahrez hier zet, heb ik dan de rating? Nee, nog steeds niet. Jezus. Jezus. Jongens. Oké, mensen. Ik denk dat ik dit team gewoon ga kopen. En dan ga ik die andere gewoon even doen. Oh, hier moet ik wel 85 chemistry. Oh. Had ik een Barca speler hoog? Nee, hè? Nee, had ik niet. Van Dijk ga ik gewoon niet inleveren. Dat slaat nergens op. Dan hebben we hier nog Jesus, Keita. Kunnen we wel gebruiken op zich, maar. Moet hier ook een inform? Nee. 85 rating, dat is wel te halen hoor. Ben ik gelijk van al die troepen uit mijn club af. Ben ik op zich ook weer blij mee. Maar die Immobile is gewoon jammer. Ja, mensen, langzamerhand gaan we er komen hoor. Ik zweer het je. 85 chemistry, dat is wel aardig wat, kan ik je vertellen. Oké, ik vrees niet dat we met deze space gaan redden, mensen. Bedenk me nu. Gaat me waarschijnlijk niet lukken. Om heel erg te zijn, baal ik daar wel een beetje van. Want ik dacht juist, ah, lekker spelertjes en zo, maar. Deze is voor mij niet zo moeilijk, maar je moet gewoon die 85 chemistry halen. En dat is het lastige. Besef mensen, ik ga nu mijn MLP verkopen. En ik heb hem gekocht voor 768k. En hij is nu gewoon 820k. Winst. Nou trouwens, hij gaat precies. Oké, het is echt 5k winst als die tax 5% eraf gaat. Maar het is nog best wel lekker. Plaats ik hem expres voor minder, wordt hij niet verkocht. Echt. Iemand, koop even mijn Mbappé of zo. Hier word je niet goed van. 6.5 hours later. Oh, die mafklap nog steeds niet verkocht. Dit meen je toch niet? Iemand, koop mijn Mbappé. Kom op, doe even. Het is niet dat hij undercut is of zo. Het is gewoon nog steeds de laagste. Echt. Oh. Ja, op zich kan ik die andere wel vast. Want ik heb nu mijn team die ik voor die ene ga maken, heb ik al bijna. Maar daarvoor moeten ze alleen Mbappé'tje even verkopen. Maar dan gaan we die andere even doen. Mensen, waarom is dit zoveel moeilijker dan dat ik altijd denk? Oh, this is so hard. Die voor jou hier. Ben jij duur? Oh nee, wat is het nou zo'n fit Champions card, really? Waarom kan je dat nog steeds zoeken? Waar slaat dat op? Kijk, ik moet 1 rating erbij. Dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen. Of niet? Hè? Of niet? En 9 chemistry. Linksback of full chemist voldoende. En ik kan dus dan nog wel iets van chemistry smokkelen met eentje hier. 1, 2. Ik denk al wel 3 of 4 chemistry kan ik nog wel meekrijgen. Oké, laten we eerst even kijken voor een linksachter. Nou, het moet sowieso een centerback worden. Centerback uit Liga Santander. Concept, even een hoge. Haal ik het met Piqué? Ja. Oké, mag dus lager. Haal ik het met Jiménez? Ja. Oh mijn god, haal ik hem met nog lager? Want dat is blijkbaar de Champions League Jiménez. Ook! Oh my god! Haal ik hem met Gabriel Paulista? Oh mijn god, ik had zo met een 83 rated. Oh lord. Zo met een 82 rated haal ik het. Holy moly. Dat is lekker zeg, Gerard. Dan ga ik over die Gabriel Paulista. Die heb ik.
Hoppakee, 80. Yes, ik moet alleen Godin en Kroos kopen. Mensen, ik heb alleen Godin en Kroos nodig en mijn aanval van het andere team. En hij is nog steeds niet verkocht dan die Pauper en hij is verkocht. Lekker. Yes. MLP, je was echt een fantastische speler. Maar dat niet dan. En nu hebben we genoeg coins om de rest te kopen. Yes. Let's go. Ten eerste. Kroos. Tony Kroos. Hoeveel kost je eigenlijk? Ik denk 50k. Meer. 60. Ah, lekker. Denk ik ben dus helemaal niet zoveel coins kwijt. Ik moet alleen... Ja, aan deze ben ik denk ik 55k of zo. Nou ja, is Kroos dan plus die andere gast. Want die heb ik allebei. Zeg maar hem en Godin. Dus ik ben aan deze squad echt max 100k kwijt. Oh, Godin is duur. Ah, valt er mee. 55, lekker. Dan ben ik 100k aan deze kwijt. En aan die andere, ja, iets meer. Maar ook niet veel meer hoor. Op zich is bij mij de schade nog wel beperkt gebleven. Het enige nadeel is nu natuurlijk dat ik die Mbappé kwijt ben. Dat is wel, ja, iets wat wel waar is natuurlijk. Maar we hebben nu wel een heerlijk smikkelkaartje. Wat hoop ik dat hij goed is, jongen. Als hij slecht is, jongen, oh, word ik echt boos. Ik ga hem sowieso wel op Stay Back While Attacking zetten. Maar volgens mij is hij alsnog wel gewoon nice. Hij heeft niet heel veel strength. Dat is een beetje het enige waar ik bang voor ben. Maar ik ga even een staal op hem zetten, zodat hij dat krijgt. Even met physical erbij. Dan krijgt hij nog even iets van strength erbij. Dat vind ik wel lekker. Dat vind ik lekker. Die Bahimi is wel duur, man. What the fuck? Waarom is Bahimi ook 85? Ik vind 85 echt tering hoog. Is die vent echt zo goed dat wij dat gewoon allemaal niet doorhebben of zo? Waarom speelt hij nog bij Porto? Waarom gaat hij niet naar City of zo? Hij gaat sowieso naar, ik weet 100. Bahimi is als speler die naar City gaat. Vind je ook niet? Hoe oud is hij eigenlijk? 1990. Oh, wel 28. Ja, oké. Okay. Dan ben je wel echt te oud. Niks tegen alle kijkers van 28. Ik vind jullie hartstikke lief. Mensen, daar komt hij dan. Oké, ik moet eerst nog in doen. Hoppakee, lekker. Team Bien is binnen. Hoppa. Boom. Heerlijk smikkelen. Beloning claimen. Kom met die beloning. Wat heb ik? Ah, 45 capex. Super slecht. Dat is echt fuck slecht. De volgende. Hoppa, ook klaar. In één keer. Eén keer inleven. Niet over nadenken. Komt hij dan? Komt hij, jongen? Komt hij? Hey, Dani Alves. Wat een stats, gast. Holy moly. Komt hij? Oh, wat lekker. Oh, wat lekker. Oh, ja. Het is een walkout. Het is een walkout. Oh. Oh, de man. Dani Alves. Ongelooflijk. Oh, en een lekker dansje erbij. Helemaal lekker. Mensen, er geen duimpje omhoog waard is, dan weet ik het ook niet meer. Flashback speler, FBC. Heerlijk. Ja, die stats zijn echt niet normaal. Dat is echt ongelooflijk. En laten we alsjeblieft hopen dat hij ook goed speelt. Alsjeblieft. Dit zijn zijn dingen. Het enige jammer is dus die 62 kracht. Dat is echt letterlijk het enige balen. Ik ga denk gewoon Sentinel of hoe heet dat in het Nederlands? Bewaker volgens mij. Wat is dit nou weer voor kaart? Gignac. Doe even normaal. Ik ga denk bewaker op hem zetten. Dan krijgt hij natuurlijk verdedigen en natuurlijk zijn physical erbij. En dat heb ik gewoon nodig. Ja, heb ik gewoon nodig. Oké, er is een nieuw team in de wiki. Er zijn lekker in voor. Wat voor packjes zijn er? Eén kleintje doen. Kun je even zien wat ze te wachten staat straks met de pack die we gaan krijgen. Geen walk uit raam, deze zijn zo slecht die 45k. Dat is echt niet normaal. Wel borden, oké, okay, geen wat goeds. Frans, DM, ja, Mandanda. Zijn we daar blij mee? Zeker niet. Het grootste pakket ooit met maar liefst 30, jawel, 30 items. Oké, okay. Dat is een 35k en een 45. Nou, we gaan sowieso even die 45k, want die zijn echt mega slecht. Sowieso geen walkout. Nee, tuurlijk niet. Je krijgt hier nooit een walkout, want deze packs zijn echt de grootste geldnakkerij ooit. Niet eens een bord. 45k pack met niet eens een bord. Huilen. Huilen met de pet op. Wel 5k terug. Lekker. Kom op dan. 35k pack. We gaan dan natuurlijk nog een potje spelen met onze Dani Alves. Oeh, weer geen walkout. Hier baal ik al van. Hier kan je toch flink wat centen terugverdienen. Maar is mij niet gelukt helaas. Spaans CV. Nacho Fernandez. Die had ik net nodig. Nu niet meer. Maar kan ik vast wel bewaren voor een andere keer. Maar dit is wel weer fitnesskaarten denk ik. Dus dat is wel nice. En 4k. Helemaal prima. Helemaal lekker. Niks mis mee. Laten we naar het potje gaan. Oké, mensen. Daar zijn we dan met mijn opstelling. Ik heb mijn tactieken iets aangepast. Mijn aangepaste tactiek. Ik kan het wel een keer laten zien. Als jullie dat willen zien, laat maar weten. Ik heb geen idee of het goed werkt. Laat ik dat eerst even uittesten. Wat ik onder andere daarmee ga doen, is dat Mbappé en Neymar omwisselen van links en rechts buiten. Want ik heb gehoord, Koen, je bent een hartstikke lieve jongen. Oh mijn god. Ga ik nou bijna degraderen? Nou, ik ga gewoon voor rang 2. Ik ben niet van de lage rang. En daarnaast, ik wil gewoon naar divisie 1 toe. Ja, ik moet het ooit gaan halen. Oké, let's go. Maar ik heb nu dus dat Neymar en Mbappé omwisselen. Want ik heb gehoord van mensen dat handig is. Want dan kan je met allebei even naar binnen een finesse shot. Dus dat is hartstikke chill. Ja, laten we maar een potje gaan spelen tegen deze tegenstander. Dit is mijn tegenstander zijn team. Dit is een aardig teampie met Cancelo. Die echt met zijn nieuwe kaart. Wat lijkt hij op Ronaldo met zijn nieuwe futkaart? Het is niet normaal. Of ben ik dat gewoon? Ben ik dat gewoon? Of is dat gewoon echt zo? Ik vind hem zo erg op Ronaldo lijken. Holy moly. Ik ben zwaar benieuwd hoe Dani Alves gaat spelen. Echt. Dat is waar niet. Maar je moet ook niet te veel van hem verwachten. Want dan ga je weer expres alle ballen van hem geven, weet je wel. En dan gaat het natuurlijk echt helemaal fout. Ja, kunnen die opstelling misschien uit beeld gewoon? Dat is nou ook echt zwaar irritant. Geen je dat ooit bedacht om onderin nog een keer de opstelling te laten doen? Zie je dat er professioneel uit of zo? Ja, ik weet niet. Maar fan ben ik er niet van, kan ik je vertellen. Oké, hij gaat door nu. Komt door op Dani Alves' kant. Dani Alves zit er niet bij. Dani Alves, wat slecht. Oh, wat slecht. En bijna 1-0 achter door Dani Alves. Oké, dat is misschien niet helemaal waar. Maar veel mensen zeiden ook, verkoop je icons. Ja, ik zit er echt hard over na te denken om icons te verkopen. Maar ja, ik weet niet. Icons brengen toch wel iets extra in je team of zo. Dat is echt waar hoor. Altijd als je het moeilijk hebt, die icons die blijven altijd wel aardig spelen. Oh, Suarez. Oh, Neymar. En wat staat er weer goed? Neymar, fantastische speler. Werelddoelpunt. Werelddoelpunt. Ik zweer het je. Wat een fantastische goal. Neymar 1-0 voor. Heerlijk. Ik heb ongeveer heel PSG inmiddels trouwens. Neymar, Dani Alves, Mbappé,
Ja, toch wel lekker. Dani Alves, jongen, waar ben je dan? Jongen, Dani Alves, jongen, waar was je? Neymar. Ah. Dit vind ik dus jammer. Kijk, ik heb hem dus expres nu dus op rechts buiten gezet. Want ik dacht van, nou, met links kan hij ook finesse shotten. En gaat hij in de buitenkant rechts schieten. Ik denk toch van, ja. Ja, dat wil ik dus niet. Dat ik moet zeggen, Mbappé op links speelt eigenlijk helemaal niet verkeerd. Ja, kom op, weg. Petit, nee! Hoe kan dit ooit gered zijn? Maar ik ben er wel blij mee, uiteraard. Nee. Oeh, dit doet hij wel goed, hoor. Oeh, weg. Oké, daar kom ik wel aardig weg. Ik kom er nu niet echt helemaal meer uit. Dani Alves, ja, zit er toch aardig naast. Maar daarna tackle te geven, zet hij wel een goed voetje ertussen. Waardoor ik het balletje terug verover. Ja, lekker hoor. Ik denk dat ik wat meer push nodig heb. Ik denk als ik een hele weekend heb gespeeld, dan kan ik wel zeggen of ik hem beter vind dan Lala. Lala. Tinky winky. Ja, dat voor nu toe doet mijn verdediging het wel aardig. Ik ga nu waarschijnlijk een goal tegen krijgen. Loop maar. Ja, ik wist het. Dus ik ging even alvast mijn keeperloos, zoals je kan zien. Ik liep eigenlijk iets te ver. Maar ja, het was zo duidelijk dat deze man de finesse wat wilde doen. Oh, wat zijn die flicks heerlijk. Ik ben er echt groot fan van. Je zult het waarschijnlijk niet door hebben. Maar het is echt zo. Mbappé! Oh, paaltje. Oh, baal ik van. Jammer dit. Heel jammer dit paaltje. Oh. Oh, wat mooi. Oh, jongen. Nee, maar jongen. Griezmann. Boom. 2-0. Easy. Easy win. Oppa. Op naar divisie 2. Langzaam maar zeker, mensen. Divisie 2 komt er gewoon aan. Rustig aan. Oh, hier. Van deze kant in het af en zo. Ook een blank goal. Heerlijk. Blank. Weer een doelpuntje. Lekker, hoor. Die scoort echt elke video dat ik opneem tegenwoordig. Laten we dat alsjeblieft zo volhouden. Ook in de weekly. Dat zou ik wel heel erg lekker vinden, Gieren. Oké, dit is ook nice. Suarez, ja, hij mist hem, hè. Hij schiet hem over. Nee, hij gaat er net in. Heerlijk. Wereldgoal. 4-0. Moet je maar niet uitkomen met je keeper. Ik duik geen zin meer in deze gast. Maakt niet uit. Is het tijd voor nog ja, kleine 10 minuutjes even Dani Alves in de spits? Dat vind ik toch wel lekker. Oké, daar ga ik toch geen nee tegen zeggen. Suarez, je mag... Nou, we gooien even Perisic op rechtsback. Perisic rechtsback, laat het maar zien, jongen. Dit is de positie waar het mensen moeten doen. Hiermee moet je doen. Nee, doe dat niet. Oh, waarom doe je dit? Waarom ben je zo? En Dani Alves juichen, jongen. Juichen Dani Alves. Wereldgoal van Dani Alves. Het kwam allemaal door hem. Fysiek. Een mentaal spelletje, mensen. Eigen goalscorer, really? Hij is helemaal salty. Zo, goed schot. Mis. Oh, het zit er mooi in. Schot van Lozano ook, heeft hij ook. Nee, doe dat niet! Oh, en weer Dani Alves juichen. Fantastisch. Wereld. Ik moet zeggen van die keeper. Mooi binnengeschoten. Ja, hij kon hem ook naschieten. Lekker gedaan. Nuttig dit ook. Echt super nuttig. Deze gast heeft het vast leuk als hij Weekend League speelt. Die is vast niet vaak til. In ieder geval, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gaan we naar de 4000 duimpjes omhoog. Wat zeker moet lukken voor deze enorme smikkel met Dani Alves. Dan zien we morgen weer een nieuwe video op mijn kanaal. En om even heel eerlijk te zijn. Dat willen we toch allemaal. En dat rijmt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog. Wil je meer van jullie kan. Klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren? Dat kan ook. Moet je zeker doen. Echt leuk. Klik dan hier. En klik op het belletje. En join. Hashtag teambelletje. Join. En mensen, dan zeg ik gelijk vooral niet de volgende keer. En ik zeg doei. Later.